Beste kijkers, het is een rare tijd. Een paar weken geleden nog leek er voor veel mensen in onze regio weinig aan de hand. Maar toch, het tij is heel snel gekeerd. Wat je niet kon bedenken is gebeurd. We wensten elkaar aan het begin van dit jaar elkaar nog een jaar in goede gezondheid toe. En nu staan we ieder moment van de dag stil bij onze gezondheid. Het coronavirus, of je het hebt of niet, de effecten zijn mega. Echt alles en iedereen wordt geraakt. Tegelijkertijd is iedereen vol aan de bak om de verspreiding van het virus te voorkomen. Ik ben er diep van onder de indruk. En ik kan helaas niet iedereen persoonlijk spreken. Dat zou ook onverstandig zijn en we moeten immers afstand houden. Dat blijven we respecteren. Maar via deze zender kan ik u allen wel zeggen dat ik zeer met iedereen meeleef die zich zorgen maakt over gezondheid of werk. Er zijn drastische maatregelen genomen door het kabinet en die moeten we serieus nemen. Daar moeten we ons aan houden. En met elkaar knokken we tegen het virus. Voor zover het kan natuurlijk. En iedereen doet wat hij kan. In Midden-Delfland, in onze regio, overal zien we naar elkaar om en helpen elkaar. En zo denken we aan onze ouderen. De zorginstellingen zorgen ervoor dat er voor de ouderen goed gezorgd wordt. En de zorgverleners zijn goud waard. De vrijwilligers die meehelpen, helemaal super. Dank je wel. Maar we denken ook aan de kinderen. Voor de kinderen ging de school dicht. Ook een noodmaatregel. En nu krijgen de kinderen leerwerk mee naar huis en kan er online les gegeven worden. Alle creativiteit wordt uit de kast gehaald. En wat met niet meer handen schudden begon, werd de maatregel die bijeenkomsten met meer dan 100 personen verbood. En daarna gingen de bedrijven dicht, waar veel mensen komen. Horeca. Zelfs de ankers in nood, de kerken, sloten hun deuren. De kerken gaan inmiddels online en de restaurants schakelen over tot maaltijden aan huisservice. We gaan niet bij de pakken neerzitten. Wat hartverwarmend is, is dat er zoveel spontane initiatieven zijn om anderen te helpen. Jonge mensen die niet naar school gaan, doen boodschappen voor onze oudere mensen. Maar er zijn ook zorgen. Hele grote zorgen. We zijn een ondernemend volkje in Midden-Delfland. Met honderden ondernemers. En de bedrijven worden keihard geraakt. Verplichte sluiting. Of helemaal wegvallende omzet. En de kosten, die lopen door. Geen werk, geen geld. Dit leeft bij zoveel mensen. En er is inmiddels door het kabinet een fors pakket aan steun toegezegd. Niemand mag in de kou blijven staan. En wij staan als gemeente ook die ondernemers en mensen die die zorg nodig hebben terzijde. Naast banken, Kamer van Koophandel, etc. En ik noemde het al eerder, we moeten naar elkaar omkijken. Iedereen, juist nu, pak de telefoon, bel elkaar op. En boodschappen doen voor degene die nu beter thuis blijft, dat is goed. Heel goed zelfs. Maar zoveel voorraad inkopen dat er voor de anderen niks meer is, dat is niet oké. En ik roep u ook vooral op om inkopen te blijven doen bij de lokale middenstand. Tot slot, de crisis is niet zomaar over. Ze zal ons nog maanden in de greep houden. En dat betekent dat lange tijd veel van ons gevraagd wordt. Van u, van mij, van iedereen in onze samenleving. En daarbij leven we momenteel bij de dag. We weten echt niet hoe de dag van morgen er precies uit zal gaan zien. Maar één ding is zeker, we moeten met elkaar verder. Weet dat niet alleen ik als burgemeester van Midden-Delfland, maar ook onze wethouders en de gemeenteraad en alle mensen op het gemeentehuis het uiterste doen, zoveel mogelijk steun geven om de crisis zoveel mogelijk door te komen. De kracht van u, onze inwoners, is groot. En die zullen we meer dan ooit volop moeten benutten. En je kunt het ook zo zeggen, you'll never walk alone.